Zoals jullie weten is mijn packluck op FIFA 16 nou niet echt je van het. En dan dobber ik op dit moment ook nog eens in een bootje ergens midden op de Middellandse Zee. Dus niet echt de ideale plek om packs te kunnen openen. Het is namelijk zelfs onmogelijk voor me. Dus misschien is het verstandig en ook wel leuk als ik gewoon een keer iemand anders ga vragen om wat packs voor me te openen. En als ik dan toch bezig ben, vraag ik gewoon gelijk iemand die er fucking goed in is. Eigenlijk kunnen we wel zeggen die daar het beste in is. Van heel Nederland. Ja, precies, jongens en meisjes. Ik ga het vandaag van Rob overnemen. Hij zit op dit moment op een bootje op de Middellandse Zee en kan dus geen packs openen. En ik als packkoning van Nederland, zo mag ik mezelf toch wel noemen, ga het dus vandaag voor hem overnemen. Mijn naam is Raoul. Ik heb ook een YouTube-kanaal, FC Roelie. De kans is groot dat jij mij kent. Maar toch zeg ik even voor de mensen die dat niet kennen wie ik ben. De kans is ook aanwezig dat je mij wel kent, maar niet op mijn eigen kanaal bent geabonneerd omdat je mij echt een tundernerd vindt. Ja, dan sorry voor deze video. Maar ik sta erom bekend dat ik tot nu toe redelijk veel goede packs heb gehad. In FIFA 17. In FIFA 16 was het heel ruk. Maar in FIFA 17 heb ik tot nu toe altijd wel oké spelletjes gepackt. En daarom vroeg Rob aan mij of ik het vandaag voor hem kon overnemen. En we beginnen met deze speler, Moledo. Rob zei in dat korte filmpje dat jullie net al zagen dat ik inderdaad op dit moment veel goede packs heb. Dit is een groot sterretje. Wie gaat het zijn? Ruffier. Hij is wel een 85-rated speler, maar geen dure. Maar ik heb tot nu toe heel veel geluk gehad in packs. Nou is het niet zo dat je volgens een bepaalde manier packs moet openen, dat je daar heel veel geluk in krijgt. Nee, alles behalve. Dat is gewoon puur geluk hebben. Je kan er zelf niks aan doen. Maar ik heb dit jaar een Legend gepackt. Ik heb een aantal One-to-Watch spelers gepackt. Ik heb Ibrahimovic gepackt, waar ik nu mijn eigen serie mee doe. Ja, mijn geluk is dit jaar redelijk aanwezig. En daar ben ik heel erg blij mee. En vandaar dat Rob nu aan mij heeft gevraagd. En niet aan DNPNL. Of ik packs wilde openen. Nee, het is allemaal gewoon banter. Dat packkoning gebeuren, dat is iets dat wij als een soort van banter, een soort van grappen tussen elkaar altijd zeggen, om gewoon elkaar een beetje op te fokken. Je snapt het wel. Je doet het waarschijnlijk zelf ook wel eens met vrienden, dat je zegt dat jij bijvoorbeeld een betere FIFA-speler bent, terwijl je stiekem ook wel weet dat jullie gewoon gelijkwaardig aan elkaar zijn. Gewoon puur om iemand op te naaien, omdat je dan toevallig van hem een potje hebt gewonnen met 3-0 of met 2-0 of met een bullshit goal of zo. Maar dan ga je lang twijfelen, zeg je nee, sorry man, ik kan deze week geen potje spelen. Ik ben gewoon heel druk, voetbaltraining en alles. Terwijl je weet, hij wil zijn revanche, maar dat krijgt hij niet van mij. En ja, dat doen wij dus ook een beetje met dat packkoning gebeuren. Hey, Ramselaar, die wil Rob vast als first owner in zijn club. Dat heb ik gewoon voor hem gedaan. Maar waarom zou Rob in vredesnaam vragen of ik een video voor hem wil maken? Gastrollen, zie je, is eigenlijk iets wat je normaal alleen bij kleinere YouTubers ziet. Daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Daar kan ik heel eerlijk over zijn, omdat Rob dit pas ziet wanneer hij terugkomt, want hij heeft ook gewoon geen wifi en geen internet op het schip aan boord. Rob is gewoon een hele slechte planner. En daarnaast is Rob heel druk met studie, met vloggen voor PSV en voetballen en allemaal van dat soort dingen. Dus hij had gewoon niet genoeg video's voordat hij wegging. En ik, als goede vriend van Rob, want dat zijn we. We zijn hele goede vrienden. 2 jaar geleden kenden we elkaar nog niet goed, of niet persoonlijk. Maar inmiddels zijn we echt hele goede vrienden, omdat we allemaal op reisje zijn geweest. En we zijn samen op vakantie geweest en de meeste mensen weten dat waarschijnlijk al, want ja, zoals ik al zei, de kans is heel groot dat mensen mij ook al kennen. Maar Rob vroeg dat dus aan mij en ik zeg, Rob, weet je wat? Natuurlijk doe ik dat voor jou. Ik ga proberen iets goeds te packen. En dat gun ik Rob ook heel erg. Maar wat ik nou niet hoop, is dat ik in één keer een super dure speler krijg. En dat, dat Rob die dus heeft eigenlijk. Ik bedoel, ik open de packs met zijn geld, met zijn points, dat ik van zijn bankrekening af heb gehaald. Jasper Sillissen. Dus als ik een speler pack, is het niet zo dat ik die ineens zelf mag houden. Dat gaat gewoon allemaal naar Rob toe. Dat blijft gewoon op zijn account. Dus ja, het zou heel vervelend zijn als ik nu in één keer een zieke Halloween speler of walkout of gewoon inform of zo pack. Yes, let's go. Groot sterretje weer. Wie hebben we hier? We hebben Ramsey. Oké, wel weer een groot sterretje, dus dat is gunstig. Hoe duur is Ramsey op dit moment? 84-rated speler uit de BPL zou ongeveer 3.000-4.000 coins waard moeten zijn. Oh, is nog meer waard dan dat. Hij zit richting de 6, dat is lekker. Wat nou als we gewoon ineens een zieke manier van packs openen hebben uitgevonden? Gewoon packs openen voor iemand anders op zijn account. Als dit werkt, dan vraag ik gewoon DNPNL of hij op mijn account packs wil openen. Want hij heeft al veel packluck en mijn account heeft ook veel packluck. Dus dan, ja, krijg je Messi en Ronaldo in dezelfde pack. En dan vraagt hij het ook weer voor Bassie Stent. Weet je wel, VV Bas VV, die ook zijn eigen Nederlandse FIFA-kanaal heeft op dit moment. Dan gaat hij weer bij DNPNL. En dan gaat de Prankmeister weer bij... Nee, Prankmeister, Matty en Milo hebben eigenlijk geen packluck. Maar ik moet niet op de zaken vooruit lopen, want ik moet eerst even betere spelers packen.
Drie sterretjes, drie rare spelers, Amrabat. Juppakee. En wel echt drie shit spelers. Nou, beter dan niks. Oh ja, wat ik ook nog vergeten ben te vragen en wat ik heel erg zou waarderen, persoonlijk, en wat Rob dus misschien ook doet, is als jullie een blauw duimpje ik neem het op woensdagavond om 8:00. Yannick Carrasco had tot een uur geleden de eervorm. Maar wat ik wilde vragen is dat ik het heel erg zou waarderen als jullie een duimpje omhoog zouden achterlaten. En normaal gesproken kan dat mij niet schelen, want ja, het is niet mijn video. Dus, hey Bobo, Sydney FSP-speler, die kan nog een beetje duur zijn. Precies, een heel klein beetje. Kijk, dit is niet mijn account, dus in principe zou het mij gestolen kunnen worden. Of jullie wel veel likes achterlaten of niet. Maar wat ik dus wel leuk... En Manchester United speler. Oké, nu even onderbroken mijn verhaal afmaken. Het zou bij vrij weinig boeien of Rob zijn video's heel veel likes krijgen of niet. Maar wat mij wel grappig lijkt, is dat we bijvoorbeeld echt ziek veel blauw duimpjes omhoog achterlaten op Rob zijn kanaal. Dat als Rob terugkomt of dat checkt dat hij... Ik heb een YouTube kanaal, maar mensen vinden het veel leuker als zij andere mensen op mijn kanaal zien. Dat lijkt me gewoon grappig. Mij lijkt het een hele uitdaging als wij meer blauwe duimpjes halen op deze video dan Rob normaal gesproken in zijn video's haalt. Luke Shaw is wat waard. Huppakee, iets meer dan 5000 coins. Ik weet niet of Rob die first owner spelers in zijn club wil. Dat mag je maar zelf bepalen. Nou, trouwens, dat mag je helemaal niet zelf bepalen, want ik list de spelers, list ik gewoon. Ik ben er gewoon aan gewend geraakt dat ik heel veel spelers al in mijn club heb. En ik stuur altijd alles naar mijn club. Maar Manchester Rashford kan ook wat waard zijn. Die heeft hij wel in zijn club. Oké. Nou, die kunnen we dan sowieso verkopen. Is ook 4000 coins waard. Ja, zo langzamerhand krijgen we wel spelers die een beetje wat waard zijn. Mug. Ja, ik heb hem! Kijk. Ik heb een mug doodgeslagen live in de video. Oké, kijk, packs openen is dit jaar heel leuk. Begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn een paar dingen die het een soort van minder leuk maken. Gabbiadini. Er zijn namelijk een paar manieren waaraan jij kan zien of je wel of niet een goede pack krijgt. Of je wel of niet een walkout krijgt. En die ga ik nu zeggen. Wil je dat niet weten? Stel, ik verklap het ongeveer. En ja, dat zou zonde zijn als je het voor jezelf heel spannend wil houden. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen het al weet. Moet je even misschien een paar seconden doorskippen. Ja, dat is misschien handig, maar ik ga het nu uitleggen. Ten eerste kan je zien of je een walkout krijgt of niet aan de lengte, de duur van het scherm dat je ziet voordat je pakketje opent. Als je een walkout hebt, duurt dat veel langer. Echt langer dan normaal. Om dat even als voorbeeld te nemen, ik bedoel het scherm dat je nu ziet, dat blijft dan een paar seconden zo in plaats van een halve seconde. En hier krijgen we Bellarabi in. Is 4000 coins, maar verkoopt daar niet voor, omdat dat zijn minimumprijs is. Het volgende, dat weten we inmiddels allemaal wel, dat is de grootte van de sterren. Je hebt verschillende soorten grote sterren. Je hebt er eentje voor, dus een 84 of rated speler of hoger. Of een inform, of een speciale kaart. Of een echt een hele goede kaart, echt eentje van 90 plus. Maar vooral dat van die walkout is hinderlijk, omdat je daar dus al op gaat letten. En wanneer dat niet zo is, denk je al van, oké, geen walkout. En dan is de ster ook nog klein en denk je, oké, laat maar, helemaal teleurgesteld. Ja, een walkout. Dit bedoel ik. Dit is als je zo lang stil blijft staan. Wat is het? Het is een walkout. Welke? Braziliaans? Ja? Linksback. Marcelo. Wel een walkout in ieder geval. Ik heb altijd mijn game op Engels staan. Dus bij mij is LB is... Ja, dat is... Neymar is dat normaal. Links buiten. Maar Marcelo is heel goed. We hebben een walkout voorop gepakt. Ja, let's go. En... Hij is 30.000 coins. Duimpie... Packkoning. Zag je wat ik trouwens bedoelde met dat het langer stil blijft staan? Dat merk je dus direct. Nou, ik ben in ieder geval heel blij, want ik kan Rob weer blij maken. Hij heeft volgens mij maar één packout of één walkout gepackt tot nu toe. Dat was Laam, die is untradable. Dus technisch gezien heb ik nu de beste speler die Rob, of de duurste speler die Rob heeft, voor hem gepackt. Of heeft hij een speler, een inform gepackt of zo? Hij heeft Icardi gepackt een keertje. En voor de rest weet ik het niet. Ik weet niet of hij ooit eens een keer iets heeft gepakt dat beter is dan dat. Maar goed, we gaan gewoon door. In deze krijgen we Schweini. Oh, natuurlijk. Oh mijn god! Oh mijn god! Ik open een free pack! Ik open een free pack! En ik... Duimpie, ik open zo'n gratis pakketje dat ik had gekregen uit een ander pakketje. Krijgen we Mertensakker? Duimpie? Nou, ik weet niet hoe duur Mertensakker is. Oh, hij is rond de 70.000. Misschien net iets duurder. Let's go, Packkoning! Nou, als ik nu niet genoeg redenen heb gegeven waarom je op mij zou moeten abonneren als je dat nog niet hebt gedaan.
Kijk deze video en oordeel zo. Nee, grapje jongens. Ik weet niet. Ik heb dit jaar gewoon echt heel veel geluk. Ik hoop niet dat ik het allemaal heb uitgeleend. Ik hoop niet dat ik gewoon al mijn geluk niet aan Rob heb geleend. Waardoor ik het zelf niet meer heb. Dat zou ik heel vervelend vinden namelijk. Nou mensen, ik kan nog maar 4 pakketjes gaan openen. Maar ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat Rob het ook leuk vindt. Ik heb dat natuurlijk voor jullie gedaan. Of hij had het aan mij gevraagd. Omdat hij wel wil dat hij regelmatig video's op zijn account heeft staan. Op zijn account, op zijn YouTube kanaal. Die jullie dan kunnen kijken. En ik vond het heel leuk om een keertje voor hem in te vallen. Om dit een keertje voor hem te maken. En wat goede spelletjes voor hem te pakken. We krijgen weer een groot sterretje. Wie zit hier nou in? Het is Xabi Alonso. Heel sloom. Maar desalniettemin zou ik een duimpje omhoog heel erg waarderen. Zoals ik al zei, het lijkt mij heel tof om heel veel duimpjes op een video van Rob te halen waar hij zelf niet eens in zit. Op dat stukje aan het begin na dan. Je snapt wat ik bedoel. Mijn kanaal zal boven in de beschrijving staan. Daar heb ik ook heel veel goede pack openings voor geüpload. In de laatste pack krijg ik met een Barcelona speler. Maar niet een hele dure. Je wordt bedankt voor het kijken, Rob. Ik hoop dat je snel weer terug bent, want ik wil niet al mijn packluck verspillen aan jouw YouTube-kanaal. Probeer dat zelf maar eens te doen. Mensen, je wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!